Lerby, Romario, Van Aarle. Ja, dat zou ik ook doen. Schieten van afstand en dan is er Romario die koel en koud scoort zoals alleen hij dat kan. En dan staat PSV dus gewoon op 0-1. Het afstandsschot van Barry van Aarle. En zo blijkt eens te meer dat Luzern grote keepersproblemen heeft. Was het in Eindhoven Melacina die zwak reageerde. Nu is het Tjudin die de bal panklaar voor Romario legt. En dat moet je natuurlijk nooit doen. En PSV kan in wezen niets meer gebeuren bij deze 1-0 voorsprong. Scherp bewaakt door Kaufman. Romario, die twee kunnen het toch erg goed met elkaar vinden. En wat schiet die Romario toch makkelijk de tweede binnen. En wat is het toch een geweldige spit, die Braziliaan. Zo loopt hij makkelijk weg. En slaat hij natuurlijk zijn kruisje. Zo loopt hij makkelijk weg van zijn man. En boem is het weer raak. Het begint bij Koot. Kieft, uit de dekking gekomen. Dat is zijn kracht. Altijd aanspeelbaar. Hij kijkt en vindt blindelings Romario. Die wegdemareert van Marini. En dan is het plof. 2-0, 32e minuut. Deze wedstrijd uitvoetballen. En is Romario bij tijd en wijle nog best een beetje gemeen ook. Want hij schoffelt Marini onderuit. Wat zal die een beroerde avond hebben, die Marini. Toch een international.